Adio. Wat is de bus? Zie je dat dan? Wat moet ik zien? Nou, zie je niet wat eraan komt? Ik zie niets. Nou, kijk nou eens goed daar in de verte. Ik hoor dan wat, maar ik zie niets. Ja, nou zie je het heel duidelijk. Wat zie je dan? Zie je geen komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer? Hoe waaiende wimpels al heen en alweer? Hoe waaiende wimpels al heen en alweer? Ja, maar hier zie ik de stoomboot van Sint-Nicolaas ook. Maar ik zie nog iets. Wat dan? Kijk daar eens, Bas. Daarachter de schoorsteen van de stoomboot. Ja, ik zie die schoorsteen wel, maar ik zie niet waar jij zit, Daniel. Hij staat om ons te zwaaien en te lachen. Luister dan. Hebben jullie uitgevoerd? Hey! 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 3, 4! Hey! Hey! 3, 4! Hey! Oh, lieve Sint-Nicolaas, oh, kom ook bij mij. En rijd toch ons huisje niet stilletjes voorbij. En rijd toch ons huisje niet stilletjes voorbij. Ik denk dat de Riekse Grins van de Stoomboot een van de bekendste Sinterklaasliedjes is. Ja, en ik vind het wel een van de leukste. Zullen we toch een keer zingen, Adriaan? Nou, ik vind het goed. Jongens, willen jullie het ook een keer zingen? Ja! Oké, beginnen maar. Zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. De stoomboot. De stoomboot. De stoomboot. De stoomboot. De stoomboot. Op dat paard en toen, nou ja, die zijn met zoveel gekomen. Ik vroeg hem welk lied zou hij nou het graagst willen horen. En ik kan het me weinig niet voorstellen, want hij is al een paar dagen onderweg vanuit het verre Spanje via de Golf van Biscay op zijn boot. Maar het liefst hoort hij, ik kijk ook even naar de muziek, de stoomboot. Dus we gaan eens even kijken of we met z'n allen kunnen zingen. Dus.
even wachten tot de muziek, want anders moeten ze jullie inhalen. Het gaat nooit goed. Daar gaan we. Zie. Sinterklaas. Met deze Piet die wil allemaal doorgaan worden. Nee, dat is een ADHD Piet. Sinterklaas, vindt u niet dat het valt op dat het elk jaar meer kinderen zijn? Ja, u moet er zelfs hekken om het. We moeten er hekken omheen zetten en dan ziet u dat er buiten hekken nog meer kinderen zijn. En dat terwijl gisteren Sint Maarten was, is iedereen weer hier gekomen om u welkom te heten. We waren even bang, omdat het zo kort na Sint Maarten was, dat u ons zou vergeten. Maar toen vanochtend de boot binnenkwam, ik was zo verschrikkelijk blij. En volgens mij zijn we allemaal heel erg blij dat Sinterklaas er is. En ik dacht, misschien, want het zijn allemaal hele lieve kinderen en hele lieve ouders. Misschien wil u iets aan de kinderen van Annapolone vertellen. Nou, ik geloof het vast wel. Ik weet wel wat. U heeft vast wel het Sinterklaasjournaal gezien. Ik ben een beetje moe van het boot besturen. Ik moest alles alleen doen. Nou, jullie kwamen pas heel laat op de boot. Hebben jullie dat ook gezien? Dus eigenlijk zijn de bieten een beetje stout geweest. Ze mogen vanavond alle schoenen vullen. Maar, er moet er wel een liedje voor gezongen worden. Dat weten we wel, hè? Dus als je je schoen gaat zetten, dan moet er wel eerst een liedje gezongen worden voor de Zwarte Piet ook. Spreken we dat af? Ja. Burgemeester, ik ben heel erg blij dat we weer in Annapolone mogen zijn op het oude gemeentehuis. Ik zag er vorig jaar heel anders uit. Ik ben toch blij dat we hier gebruik van kunnen maken en dat u ons zo hartelijk welkom heet. Nou, ik heet u niet welkom. Het zijn alle kinderen. Nou, allemachtig, want het zijn die Zwarte Piet hier achter weer heel erg goed bezig. Het zijn alle kinderen en alle ouders van Annapolone die u hartelijk welkom heten. En ik stel voor dat we met z'n allen, want Sinterklaas gaat natuurlijk straks naar beneden en dan gaat hij heel veel kinderen een hand geven. Dat u voor die tijd. Ja, ga je vissen, Piet? Oké. Okay. Dat we voor die tijd met z'n allen nog één lied zingen. Sinterklaas, welk lied mag dat zijn? Zie de maan schijnt door de bomen. Zie de maan schijnt door de bomen. Ja, hebben ze maar die kunnen ze wel zingen hier beneden. Maar dat betekent dat we vandaag zingen zonder de muziek. Dan hoort het nog beter. Dan kan de muziek zich klaarmaken om straks weer iets anders te gaan spelen. Zie de maan. Zie de maan schijnt door de bomen. Makker staat uw wild geraas. Heerlijk avondje is gekomen. Avondje vol zin. En Zwarte Piet. Overwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gaat. Overwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de gaat. Applaus voor Zwarte Piet! En dan voor jezelf natuurlijk. Zwarte Piet en de Sinterklaas komen zometeen naar beneden. Dan gaan we eerst een rondje lopen door het dorp. Daarna komen we weer terug in het winkelcentrum. De Zwarte Pieten gaan nog even strooien voor jullie. Ja, want ze hebben heel veel pepernoten meegenomen. We zien elkaar zo weer terug beneden.